Zo. Het is onmogelijk om haar stem te horen en niet geraakt te worden. Althans, dat geldt voor mij. Maar dat is als ze zingt. Hoe is het als ze spreekt? Want ik praat over leven en dood met zangeres Anneke van Giersbergen. Welkom, welkom. Dank je. Het ziet er prachtig uit. Dank je. Jij ook. Hallo. Hi. Hi, Giersa. Welkom bij De Kist. Oh, het ziet er bijna gezellig uit. Bijna gezellig. Nou, laten we gaan zitten. Let's do it. Wat goed dat je er bent. Ja. Voordat we met elkaar echt in gesprek gaan, ga ik vragen op je afvuren. Ja. Ready? Mm-hmm. Begraven of cremeren? Begraven. In de hemel op een bankje naast Freddie Mercury of naast Prince? Oeh, Freddie. Een grote uitvaart of een kleine dienst? Een kleine dienst. Licht of donker? Licht. Een Brabants worstenbroodje of Spaanse tapas? Oeh, wat een moeilijke vragen allemaal. Doe dan maar de tapas. Nooit meer zingen of nooit meer vrijen? Nooit meer vrijen. Ja, Rob? Ja, daar is Rob niet blij mee, denk ik. Nee. Goed, nou, dankjewel. Dat geeft een beeld. We zitten aan de kist met daarop tapas en wat is dit? Een metaxaatje. Een metaxaatje. Ja. Waarom hoort dit bij het einde van Anneke? Nou, kijk, wij zijn in Nederland natuurlijk gewend aan een berg eten op een bord. Hè? Van oudsher, want we werken op het land of op zee. En dan moet je gewoon veel en vlug eten. Dus dat past bij mijn cultuur en de achtergrond en zo. Maar wat ik leuk vind in bijvoorbeeld Spanje en Griekenland en dat soort landen, dat eten iets heel sociaals is. En ja, daar horen tapas bij en daar hoort zo'n lekker drankje bij daarna. En een koffietje. En ik vind het ook een heel, hoe zeg je dat, een sociaal manier van eten. Dat gaat over goed leven. Zijn er ook tips? Heb je ook tips voor goed sterven? Kun je ook goed sterven? Ik denk zonder angst dat een goeie is. Heb jij angst? Heb jij doodsangst? Nee. Nee, ik heb ook het idee dat ik, omdat ik een fijn leven leid, ik heb een geweldig gezin. En ik maak muziek en ik kan optreden en zingen. Ik heb het wel goed. Ik heb geen spijt of zo. Ik heb geen dingen die ik dan nu nog zou willen die niet meer kunnen. Of zo. Dat soort spijt heb ik ook niet. Maar als je morgen dood zou neervallen, afgezien van dat wat onverwacht zou zijn, ja, is dat verder niet erg? In de zin van, er had nog iets gedaan moeten worden. Nee. Wel sinds ik mijn zoon, we hebben een zoon, Finn, en die is nu 17. En die, dat is wel een grote reden om te blijven leven. Snap je? Mijn man en Rob en Finn. Dat is eigenlijk de grootste reden om te blijven leven. Omdat ik zoveel van ze hou. En omdat ik graag zie hoe hij opgroeit en hoe hij ouder wordt en wat hij dan gaat doen. En hij is zo leuk. Ik wil graag bij hem zijn. En bij Rob. En ik wil graag zingen. Dus dat is een reden om niet te gaan. Maar ik heb wel het idee dat, ja, we gaan een keer. Ja, sommige mensen gaan heel jong. Ja. Schrikkelijk. Sommige mensen gaan heel oud. Ja, als ik daar ergens tussenin zit, ja, dan denk ik dat, ja, dan mag ik denk ik wel tevreden zijn. Het is ook niet aan mij, hè, wanneer ik ga. Nee, aan wie wel? Ik denk aan mijn plan, wat gesmeed is, ergens in de kosmos. Ja, er is een plan gesmeed. Het plan Anneke. Het plan Anneke van Giersbergen, geboren Simmigus Gestel. Die gaat zo en zo lang leven. Die gaat zingen en die gaat Rob ontmoeten. En die gaat... Dat plan is geschreven. Dat is... In de zin van, dat is al, dat is al gemaakt. Dat gevoel heb ik, ja. Ik voel een soort innerlijk kompas. En dat stuurt mij naar... En ik denk, dat is gewoon mijn zielenplan.
En dat, je begon de zin met, en dat stuurt mij naar wat? Naar een bepaalde richting, zo van ja, wat ik beroepsmatig en wie ik ga ontmoeten, wat ik moet leren. En wie heeft dat plan gemaakt? Dat is in de kosmos gemaakt. We kunnen zeggen door God. Hè? Iedereen heeft daar een andere naam voor. Maar ik heb wel het gevoel dat dat er is, dat die er is, dat er is. Grote bron van liefde, grote bron van intelligentie, energie. Die ons nu als een, die om ons heen is. Hè? Maar wij wijzen altijd naar boven. Maar het is hier. Allemaal. En uit dat vaatje mogen we tappen. En uit dat vaatje, uit het grote vat van liefde... Want dat is een bron waar je op aan, daar kun je op tappen, aantappen. Ja. Daar komen ook liedjes vandaan. Komen liedjes daar vandaan? Ja. En kunst en films en... Ja, alles. Het is ook een bron van inspiratie. Zeker. Het is... Alles. En wij maken deel uit van die grote bron. Ja, want er is een plan voor jou, maar er is ook een plan voor mij. Ja. Dus. Ja, ja. Oh. Ja. Het plan is dat wij hier samen vandaag zitten. Ja, dat is ook onderdeel van het plan? Ja. Heb je dat altijd geweten? Heb je altijd geweten dat er een plan was voor jou? Ja. En kun je nog herinneren wat het eerste moment was in je leven dat je je realiseerde dat dat plan er was? Ja, ik denk dat ik een jaar of 18 was... En toen wist ik van, ja, ik ben allemaal heel druk en ik ben aan het opgroeien en ik ben aan het leren. Maar ik wist wel, ik word op een dag moeder. Dus ergens zat dat al in mijn systeem. En ergens dacht ik ook, ja, Finn, die is er ook al ergens. Zo aan het wachten. Tot ik klaar was voor het moederschap en Rob voor het vaderschap. En, maar dan voelde ik, en ik, ja, daar gaf ik dan ook niet zo heel veel aandacht aan. Maar ik dacht, zo af en toe dan merkte ik van... Oh ja, maar ik word een keer moeder en het wordt een jongen. En die is er al, ergens. Dus zijn ziel... Hij hoeft alleen nog maar geboren te worden. Ja. En toen hij geboren werd... Nou, we hadden natuurlijk op een gegeven moment heb je zo'n echo... dan kun je zien van, ja, wat het wordt, hè. En toen zei die mevrouw, die wachtte zo heel lang met... Oh, nou, hier zien we het hoofd. Nou, hier zien we twee handjes. En wat is dit? Zei ze, het is een jongen. En toen zei ik, ja, dat weet ik. En toen werd hij geboren. En toen zei ik ook van, it's you. Jij bent het. Ik kende hem al. En het is zo... Dat is zo sterk... Ik heb het gevoel dat toen ik hier op de aarde werd geploft... van ja, maar je hebt ook wel er is een plan voor jou. En ik voel een verantwoordelijkheid om dat in te vullen. Dus ik heb een gave. Dat heet dan een gave. Zo, ik kan mooi zingen. En dat heb ik gekregen. Ja, dan wil ik daar graag iets mee doen. Zo goed als ik kan. Ja, en dat doe je met verven. Maar heeft het zin dat jij zingt? Ja. Wat hebben we eraan dat jij zingt? Nou, ik denk dat ik en heel veel andere mensen die muziek maken... of kunst of wat dan ook... dat die bijdragen aan iets heel positiefs in de wereld. Het fijnste om te ervaren is dat je gewoon ergens bent... en je deelt die muziek. Als je dat voor elkaar krijgt, dat er gewoon in zo'n ruimte... met allemaal verschillende mensen... die hebben allemaal verschillende dag gehad. Sommigen zijn moe, sommigen... allemaal verschillende achtergronden, allemaal verschillende mensen... En dat wordt dan één, door een liedje of een verhaaltje of goede sfeer of wat dan ook. En dat om dat te bereiken, dat als je dat bereikt zo, dat is een heel fijn gevoel. Dat maakt mij echt, echt gelukkig. En als we dan met z'n allen samen zijn en we luisteren naar jou en we zijn één op dat moment, dan overstijgen we onszelf of zo. Ja. En dan vergeten we even de dingen die lastig zijn in ons leven. En daar kunnen we gewoon ook weer energie en moed en troost en happiness en positiviteit uitputten. Op welke manier ben jij je bewust van het feit dat jij sterfelijk bent? Maar allebei mijn schoonouders zijn overleden. En dan is het natuurlijk ook, komt het natuurlijk heel dichtbij dat de mensen die ouder zijn dan jij, dus je ouders... als het goed is, gaan die eerder. En de dood van mijn schoonouders, die gingen relatief snel na elkaar ook.
heb ik natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt. En dan, dan ga je toch ook kijken naar je eigen... Want realiseer je dat de laag boven je zo langzamerhand aan het verdwijnen is. Ja, dan word jij de oudste dadelijk. Ja, dus dan wordt die sterfelijkheid natuurlijk steeds evidenter. Maar ik kan me ook nog herinneren... Maar dat is heel lang geleden. Mijn oma stierf toen ik 8 was. De moeder van mijn moeder. En zij lag opgebaard in een zaaltje. En er lagen nog meer mensen. En ik ben er heel lang mee bezig geweest met mijn oma. Want het was mijn favoriete en ik was er altijd. En ik was heel gek op haar. Dus ik wilde mijn moeder vertellen laatst nog... dat ik heel vaak ben gaan kijken toen zij opgebaard lag dat die paar dagen. En dan ging ik naar haar kijken. En er lagen een aantal andere mensen. Maar er zat zo'n schermpje zaten daartussen, van die gordijntjes. En er lag een nonnetje, lag ook op die zaal. En die lag heel vroom met haar... haar kleding, haar nonnenkleding, met haar handen zo. En die glimlachte een beetje. En ik was 8, hè. Dus ik weet niet hoe bewust dat was. Maar het is mij altijd bijgebleven. En ik heb op dat moment dacht ik... oh, maar misschien is het helemaal niet zo erg om te gaan. Omdat ze glimlacht? Ja. Volgens mij was ze wel senang met het hele concept. En dus ik weet precies nog hoe zij eruit zag en waar ze lag. Zij was de tweede in het rijtje. En dus dat maak je ook mee dat je denkt, nou, het is ook wel oké om te gaan. Ja. Heb je veel sterven meegemaakt? Nou, ik denk relatief weinig. Ik heb ook wel mensen van mijn leeftijd zien vertrekken. En, onder andere een vriendin van mij die zelfdoding heeft gepleegd, zeg je dat zo? Mm-hmm. Dus dat zijn natuurlijk hele verdrietige momenten. Dan lijkt het me lastiger om er hetzelfde, positieve beeld als wat je bij die non had. Ja. Om dat vol te houden, om dat positieve beeld vol te houden. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hoe heeft het jou beïnvloed? Ja, ik ben daar ook wel lang mee bezig geweest. Dan ga je ook nadenken over je eigen leven en zo. Maar dat was zo anders. Mijn leven is zo anders dan hoe haar leven was. Dus het is niet te vergelijken. Want ze had een diagnose. Ze was psychotisch. Zij zat steeds in en buiten de realiteit. Steeds met mensen die haar niet begrepen. Die in en uit haar leven gingen. En tegelijkertijd was zij heel vrolijk, heel creatief, kon heel mooi zingen. Was altijd een soort van... was of heel verdrietig of heel uitbundig. En ik denk dat zij zelf gewoon heel erg worstelde met gewoon... ja, dat. Gewoon, dat ze geen grip had op haar eigen geest en haar leven. Hoe verwerk jij het als er mensen in je omgeving... Er zijn een aantal mensen die je kende gestorven. Je schoonouders ook. Hoe ga jij om met rouw, met verlies, met afscheid nemen? Toch wel veel praten. Ik kan met Rob heel goed babbelen. We praten heel veel over dit soort dingen ook. Dat is fijn. En ja, ik heb natuurlijk ook de muziek. Ik luister veel muziek en ik maak natuurlijk ook muziek. Ik schrijf teksten. Dus dat is voor mij altijd wel een goede verwerkingsproces... om over alles, hè, over mooie dingen die gebeuren... maar ook over verdrietige dingen. Of ik kan zelf ook nog wel eens somber zijn, zo nu en dan. Om dan iets te schrijven, om het van je af te schrijven. En door te schrijven... merk ik ook vaak dat je dingen leert. Omdat je teksten ook uit je onderbewustzijn komen. Of ze komen van boven, of ze komen uit de grote bron. Soms dan schrijf je een zin, dat bedoelde ik. Wist ik nog niet. Zo, dus het... Wacht, dat je dan zegt dat uit de bron zou kunnen komen... in plaats van dat je denkt dat het uit jou komt. Want het komt toch in essentie uit jou? Via mij. Ja, ja. Ja, ik denk dat we allemaal doorgeefluikjes zijn. Artiesten, mensen die creëren.
Het kan van alles zijn. Dat we doorgeefluiken zijn. Maar als jij, want je zit hier glimlachend. Maar je schrijft ook, ik bedoel, je teksten en de muziek die je maakt, die is niet altijd glimlachend. Het gaat ook over pijn, het gaat ook over verdriet, het gaat ook over verlies. Als je daarover zingt, ben je dan een doorgeefluik of ben je dan ook iets van jezelf aan het vertellen? Allebei. Want het is wel mijn leven. Hier, nu. Dus ik schrijf over mijn leven. En dan schrijf je ook over jouw verdriet en jouw verlies. En jou. Ja. Maar andere mensen die het luisteren, die daarop aanhaken, ja, die kunnen daar iets mee. Ja, die vullen hun eigen verdriet en hun eigen verlies in. Ja. Welk verlies of welk verdriet heb je moeten wegzingen, moeten uiten op die manier? Nou, bijvoorbeeld over het meisje waar we het net over hadden. Het meisje dat zelfmoord had gehad. Ja. Ja. Nilay heet ze. Ik heb een lied geschreven over haar. En ook over de... Ja, over haar, maar ook over... Ja, hoe moeten we daar ons hoofd omheen krijgen? Zo, weet je wel? Dat iemand vroegtijdig moet gaan. Wat moeten we daarmee? Dat vond ik toen best wel een vraag. En om er iets van te leren of om er iets mee te moeten? Of een sens van te maken, ja. Zelf. En om zin te geven aan de zinloosheid van... Ja. Anders krijg ik er mijn hoofd niet omheen. Omdat niks per toeval gebeurt, denk ik. Ik denk dat we allemaal dat plan hebben. Maar waarom moet dat plan dan voor sommige mensen heel vroeg eindigen? Ja. Hier en nu. Ja. En jij hebt een liedje erover geschreven en gemaakt. Ja. En heeft het geholpen? Heeft het liedje geleverd wat het moest leveren? Ja. In het liedje verandert... Ik zing ergens, 34. Ik heb geschreven toen ik 34 was. Dus ik zing 34... And I'm only beginning to understand what it's all about. Maar dat eindigt niet. Dus ik ben nou bijna 50. En eigenlijk ben je altijd bezig. Je bent nooit klaar met leren. Je bent nooit van, oh, ik ben nou 40, nou snap ik het allemaal. Nou snap ik het leven. Weet je, er komen altijd weer nieuwe dingen aan op je pad... waar je over nadenkt of die je moet leren of waar je mee bezig bent. Dingen veranderen ook als je ouder wordt. Ook als je moeder wordt, na al die fases. Dus wanneer ik het zing, verandert mijn leeftijd ook in het liedje. Dus ik zou nu zingen 49. And I am only beginning to understand what it's all about. Dus het is eigenlijk een lied wat een beetje met mijn leven ook weer gewoon mee reist. Nou, dat wil ik natuurlijk wel horen. Ja. Kan dat? Ik heb mijn gitaar bij me. Kijken of ik iets kan met de lessen die dit lied biedt. Het zou zomaar kunnen. Maar misschien ook niet. Oeh. Dat is lekker. Het heet Jalien. En dat is Nilay's naam. Achter tevoren. Ja. She's gone away and left us here to stay. And I understand, I do. We write and think of her, about whatever may occur. We ask the clouds in the sky. We do. When you were here, you didn't fit us. When you passed over, it hit us. You are the one who knew the only hidden truth. Mm-hmm. 49 and I am only beginning.
this is all about. Do you think you will be able to forgive me? Do you? Een heel mager applausje. Niet minder gemeend. Mooi. 49 and I'm only beginning to understand what it is all about. En wat understand je dan? Oh, je bent er nog helemaal. Nou ja, ik zit en ik wil niet dat mijn gitaar valt. Maar ja, nee ja. Ja. Hij kwam toch wel weer even aan. Ja? Ja, gek hè, soms heb je dat niet, maar we hebben het natuurlijk even over. Wat gebeurt er dan? Nou, die zin zo je groeit. Zo, Nilay was iemand die zo een beetje buiten de maatschappij viel, soms. He, omdat ze gewoon in en out of die opnames zat. En dan was ze weer thuis en dan kon ze weer uitgaan. En dan gingen we samen uit en hadden we heel veel lol en zo. Maar ze had altijd het gevoel, ja, ik hoor hier niet. Ik pas niet in de maatschappij, ik kan niet mee. En dan is ze dit niet meer. En dan denk je, ja, maar zij paste heel goed eigenlijk bij ons. Alleen ze kreeg soms misschien de kans niet. Of ze kon niet gewoon een baantje of gewoon studeren of zo. Dat trok ze niet. Maar ze paste heel goed bij ons, omdat ze zo creatief was en zo lief en zo leuk. En dan denk ik, en soms dan kom en denk ik, ja, wat jammer ook. Ja, word je dan niet boos? Nee, dat zo is gelopen? Nee, dat ervaar ik helemaal niet. Ik ben vooral. Ik vind het sad, ik vind het zonde, ik vind het jammer, ik vind het verdrietig. Ze had net een dochter. Nog een babytje toen ze stierf. En ik zie haar dochter regelmatig. Ook een heel leuk mens. En dat vind ik dan weer mooi. Dat vind ik dan zo van, ja, ze leeft wel ook weer voort in haar kind. Dat vind ik dan weer heel ontroerend. Dat vind ik weer heel mooi. Dus het is eigenlijk tweeslachtig altijd, zo'n overlijden. En toch, als je het dan nu, wat is het, 15, 16 jaar verder? Ja, 2002. Nou, dat is 20 jaar geleden. Ja, ja. Als je dan dat liedje zingt, dan. Je bent nog aan het bijkomen van dat je het gezongen hebt. Ja, ja, we hebben het er ook zo over. Jawel, maar jij zingt heel veel. Ja. Ik volg jou een beetje op social media. Ja. Nou ja, dit is gewoon. Ik jou ook. Hoe vaak jij niet aan het optreden bent. Ja, ja, maar soms. Soms kan je zo'n liedje. Ik heb ook een liedje over mijn zoon, Finn. En soms zing ik hem lekker en soms dan speel ik hem en dan denk ik, oh ja, Finn. En dan voel ik alles wat een moeder voelt voor haar kind. En dan word ik overmand. En, dus dan, soms dan ben ik, ja, dan komt dat verdriet, komt dan zo even terug. Maar niet altijd, nee, dat trek je helemaal niet als je elke dag staat te huilen op het podium. Maar het kan dus gewoon 10 keer gaan dat je een liedje zingt en dat je het gewoon zo mooi mogelijk probeert te zingen. Ja. Dan doe je je vak. Ja. En soms word je zelf geraakt door je eigen liedje. Ja, dan word ik geraakt door het verhaal dat erachter zit. Dan heb ik, ja, dan voel ik me echt wel. Maar dat is mooi, hè? Want dan beleven we dat ook echt een beetje steeds opnieuw. Ja. Mooie laatste woorden. Ja. Dankjewel. Jij bedankt. Proost.